laatste stelling met de nummer 78. Ja, en ook Marco Haller is zelf iemand die zelf heel goed kan aankomen, de Oostenrijker. Dat is de vaste lead-out, hè? Ja, als je die dan hebt om de sprint voor je aan te trekken, dat is natuurlijk wel echt een voordeel. Nou, toch wel veel publiek hier in Zwitserland. Het was op de Rettenbach Venner wel anders. Ik heb denk ik nooit een slotklim gezien met zo weinig mensen. Het was wel mooi om te zien dan, op die manier. Ja. Dan zag je echt alle renners als je van boven keek naar beneden. Man per man, afzien alleen. Ja. Aan het patineren. Vandaag wordt er niet gepatineerd, want vandaag wordt er hard doorgekoerst. Kozontsjuk met Kuznetsov, de twee Russen in dienst van een Noor, Alexander Kristoff. Ja, 20 seconden, veel en snel gaat het niet. Nee, maar 20 seconden is natuurlijk wel zeer gering. Ja, dat is zeker gering. En ze hebben natuurlijk ook gewoon verstandig aan gedaan om op tijd te beginnen. Het gaat bijzonder hard. Ja, het gaat zeker hard. Ze zullen alle mannetjes nodig hebben bij Katusha om het gat te dichten. Zeker omdat Kwiatkowski hier enorm gas aan het geven is. Maar gisteren waren we allebei fout. Jij met Kristoff en ik met Cavendish. Vandaag mogen we het opnieuw proberen. Ik denk Kwiatkowski. Jij denkt dat Kwiatkowski gaat winnen? Ja, dat zou ik wel heel mooi vinden. Oké. Okay. Denk je het of hoop je het? Ja, ik hoop het vooral natuurlijk. Ik denk dat er nog wel... dat het peloton toch wat terugkomt. Maar ik zou het wel heel mooi vinden als het peloton met alle sprintersploegen zich... misrekend vandaag. Ik ga voor Sterke John. Er komen er weer een paar seconden bij. Dat geeft de burger moed. Stibar mengt zich ook voorin. Stibar met Cavendish. Ja, dat is natuurlijk ook iemand die nog wel in deze ronde van Zwitserland wil proberen een etappe te winnen. Dat is zeker voor het vertrouwen en voor jezelf en voor je ploegmaats goed richting de Tour de France. Dan moet hij het wel morgen doen. Ja, of vandaag. Ja, als een kopman dat ertoe laat, Cavendish. Ik had het over Cavendish. Oh, sorry. Ik dacht dat je het over Stibar had. Nee, ja, Stibar die zal hier niet zijn eigen kans. Ik denk dat Stibar net als Van Mark zich helemaal in zijn hoofd zit met die kasseienrit in de Tour de France. En, ja, ik denk dat hier alles op Cavendish zal zijn. Nog altijd die sterke bonken voorin in het peloton. Die seconde per seconde proberen af te pitsen van die voorsprong van de mannen voorin. Maar het lukt ze maar niet hoor. 20 seconden nog altijd. Is dat daar de Volder die daar plots op links komt? Zagen we de renner van de track? Ja, ja. Dat is de Volder. Voor Stuyven, zijn landgenoot. Ja, en het is toch, ze hebben nu alleen nog maar Haller en Guarneri die op kop rijden. Want daarachter zat Kristoff al met Spilak in zijn wiel met nog 5 kilometer te gaan. 5 kilometer en deze drie rijden ongelooflijk hard door. Het komt natuurlijk ook omdat we een korte rit hebben gehad. Ja, zeker. En het zijn natuurlijk drie onwijze hardrijders en het is nog wel een stukje. Dus misschien dat het peloton het heel mooi uitgekiend heeft. Maar, ja, ze hebben nog 17 seconden handgedrukt met de chrono. Maar ze moeten toch voor elke seconde knokken hier in het peloton. Want dit is al Haller die zelf op kop aan het rijden is. En Pinot zeer gemakkelijk. Ja, die is zelf weer opgeschoven naar voren. Helemaal van achter in het peloton zat hij... 5 kilometer geleden, dus dat geeft wel aan dat hij gewoon over hele goede benen beschikt, anders lukt je dat niet. Achterin zat daar nog Danielsen en hier terug voorin. Nou, De Maer blijkbaar toch nog niet opgeschoven. Ze rijden nu vooral voor Pino. Ja, ik heb hem ook nog niet voorin gezien, maar dat kan natuurlijk wel. Sommige sprinters zijn heel handig. Op het juiste moment, die rijden de hele rit achterin en dan op het juiste moment komen ze naar voren. En ze hebben dan toch weer maatwerk afgeleverd, het peloton, want ze komen nu binnen de termijn van de 15 seconden. Ja, het is echt... maar ik denk dat het nog wel flink wat zweet gekost heeft om deze mannen terug te pakken. En vooralsnog zijn ze er nog niet. Nee, nog even een flinke beurt van Kwiatkowski. Ja, en straks in het centrum...
ja, met wat vluchtheuvels en rotondes. Ja, ik hoop nog altijd dat ze het blijven houden, als ik eerlijk ben. Jij mag dat ook. Clark komt naar voren met Albacini. Ja, dat is ook wel iemand die, die op een licht hellende aankomst heel rap kan aankomen. Dat zien we altijd in de ronde van Romandie. En nu in Zwitserland, in eigen huis, dubbel gemotiveerd denk ik om er wat van te maken vandaag. Mofor en Roelands en Benatti en wie anders dan? Peter Sagan. Het is een gevecht nu voor dat wiel van wie? Ja, en Salvacci komt met Marcato naar voren. Tegenkoop moet daar wel veel alleen doen. Ja, dat is wel vaak in de sprints. Hij heeft niet echt zijn hele sprinttrein hier bij zich. Maar en hij kan het ook alleen. Dat hebben we in Milaanse Remo gezien, hoe sterk die alleen een sprint kan afwerken. 3,3 kilometer. 3 kilometer de boog hebben we net gehad. Dus die tijdsaanduiding klopt niet volledig. 10 seconden, dat klopt wel. Gaat intussen al misschien een seconde of twee minder zijn. Het blijft zeer interessant allemaal. Gaat hij nog eens alleen proberen, Kwiatkowski, net voor de hergroepering? Het zou maar zo kunnen. Ja, het zou kunnen. Maar ik denk als ze echt dichtbij komen, dat het ook wel gedaan is. De laatste kilometer loopt natuurlijk nog flink op. En dan met een aanstormend peloton achter je is dat toch wel heel moeilijk. 800 meter was het, hè? Ja, 800 meter aan 4,5%. Ja, dat begint zeker na zo'n ontsnapping toch wel, kan je nog wel 10 seconden verliezen in zo'n stuk als een peloton echt begint te sprinten. Ja, Kwiatkowski die kijkt even, waar komen ze? Ze zijn daar, meneer Michael. Ja, en toch een hele sterke beurt van Halla, die rijdt al een paar kilometer serieus op kop. Roelands in goede positie. Ja, en ook Geraint Thomas zit weer helemaal vooraan. Die denkt, wat ik gisteren kon, kan ik vandaag weer. Fuglsang ook. Ja. Ze gaan gegrepen worden. Op 2 kilometer van de meet is het verschil verwaarloosbaar. Ja, neem nog eens over alsjeblieft, maar kijk, het lukt gewoon niet meer. Nee, ik denk dat die jongens alles gegeven hebben. En, Kwiatkowski is gewoon de sterkste van die drie. Een prachtige poging van onze vluchters. Maar het zal hen toch net niet lukken. En Geesink probeert ook nog links naar voren te komen. Het was ook Paul Martens die daar komt. En hier nu vanavond, maar die zit daar plots weer helemaal in de spits van de koers. Het is nu echt drummen om de positie in te nemen. Ja, dan gaat Kwiatkowski toch nog een keer alles of niks proberen. Was te denken, hè? Was te denken, Michał Kwiatkowski. Nog eens een 1,5 kilometer sprinten. Dillier die is gelost en de mannen van Lampre van Chimolai die komen nu aan zet. Ja, Kwiatkowski, bewonderenswaardig. Hij heeft die goede vorm wel duidelijk te pakken. Ja, dat is toch nog wel een hele serieuze demarrage. Benatti zit klaar met Sagan. Benatti nog altijd perfect om zijn lead-out te doen. Ja, Kwiatkowski die moeten ze wel ook terughalen. Ja, die rijdt hier heel hard. Alleen de laatste kilometer is toch nog vast plat omhoog en dan laatste kilometer in de 7e rit van de Ronde van Zwitserland gaat Sagan de hattrick voltooien. Hij zit perfect geplaatst aan het bikkelen met Van Avermaat voor de goede positie. Sagan zit in dat zog van Van Avermaat en daarachter zit Jurgen Roelands met Chimolai. En nu wordt daar strijd geleverd. Degenkoop die zit iets te ver. Christophe zit al in tweede positie. Ja, ik hoop Spilak of Guarnieri. Het is Guarnieri die nog een hele goede beurt kan doen. Want ja, Benatti zit perfect. Hè. Benatti die kan nog een paar honderd meter wachten en dan sprinten. En Van Avermaat in dat wiel van Sagan zit eindelijk in een goed wiel. Maar nu verliest hij wel dat wiel. En nu gaat Benatti links binnendoor aan. En dan zit daar nog Rojas tussen. En gaat Christophe nu sprinten. Sagan zich toch wat laten indringen. En op die manier de perfecte sprint met Benatti. Niet helemaal perfect voor Sagan. Christophe komt er nu uit Benatti. En Sagan moet van heel ver komen om Christophe nog te benaderen. Dat doet hij ook. En gaat Sagan erover of is het Christophe op 100 meter? Gaat Christophe het worden of nog Sagan? Het wordt heel prangend, het wordt heel spannend. Maar het is toch Christophe. Christophe pakt nummer 18 van het seizoen. En Peter Sagan, die wordt tweede. Hij kwam nog dicht. Ja, dat was een hele mooie